Ik word al 3 jaar lang, zeggen ze, dat ik het allerergste ben dat er uit in Nederland is geweest. En dan creëer je natuurlijk wel een soort klimaat van haat. Ik zal niet zeggen dat ik voor elk conflict in de wereld de oplossing heb. De situatie in het Midden-Oosten is ongelooflijk complex. Als ik in mijn eentje in de jungle zou zijn, dan zou ik daar iets verzinnen waar mijn passie ligt. Wat ik mooi vind, dan zou ik de beste houthakker van de jungle willen worden. Of zo. Ja. Van harte welkom allemaal bij de volgende podcast. Het heeft heel even geduurd voor ronde 2, maar we zijn er. We zijn weer met Thierry. Jullie hebben natuurlijk hem al een keer in deze podcast gezien. Maar er is nu de afgelopen tijd zoveel gebeurd dat we het nodig vonden om dat nog een keer te gaan doen. En als eerste is het denk ik de belangrijkste vraag. Hoe is het met je? Dankjewel. Ja, het is oké. Het is nu 5 dagen geleden dat ik werd aangevallen met een hard voorwerp. Het was een paraplu. Ja. Het klinkt lullig, maar het is best hard. En ik moest daar echt even van bijkomen. Dus ik had hoofdpijn, misselijkheid, dat soort dingen. En ook mijn gezin, mijn organisatie, de Forum voor Democratie, moest natuurlijk even, wow, weet je, even bijkomen van wat betekent dit allemaal. Beveiliging opgeschroefd, dat soort dingen allemaal. Maar ik maak het goed en we gaan moedig voorwaarts. Ah, top. Ja, en hoe zijn de afgelopen dagen, hoe heb je die ervaren? Nadat zoiets dan gebeurt, is dat iets waardoor je meer achter je schouder om gaat kijken? Of zijn er het heeft toch wel impact. Kijk, de man die het gedaan heeft was na een uurtje weer vrij. Dus de politie stond erbij, keek ernaar, deed niks, pakte hem vervolgens dan maar op, weet je wel, een uurtje later liet ze hem weer los. Ja, wat voor een signaal geeft dat? En er zijn ook allerlei columnisten geweest en media die gesuggereerd hebben dat ik het zelf in scène zou hebben gezet, dat er niks aan de hand was, dat het mijn eigen schuld is. Weet je, allemaal van die toon. En dat is natuurlijk, dat is heel vervelend en dat is heel naar. En met Pim Fortuyn begonnen met een taart. Weet je wel, dit is dan een paraplu. Ja, zolang die demonisering doorgaat, kan het van kwaad worden tot erger. Dus het is wel zorgwekkend. Ja, nou ja, dat is het ook. Letterlijk. En is dat iets waardoor je, inderdaad wat je al hebt gezegd, beveiliging opgeschroefd? Want dat was voornamelijk van een aantal mensen het commentaar van, hey, dus geen beveiliging, niemand houdt iemand tegen, niemand wijst iemand weg, zeg maar. Wat is daar misgegaan, denk je? Nou, wat er misgegaan is dat de Belgische politie het helemaal had afgezet. En zei dat ze ook een gecleared area was, dus die veilig is. Ja, en dat was gewoon niet zo. En ze stonden er ook bij, terwijl dat gebeurde. En ze deden niks. Het is heel bizar om te zien. Maar ze staan daar echt een beetje te slapen. Dus ik heb uiteindelijk die lezing wel laten doorgaan. En ik heb gewoon eerst een half uur lang alleen maar Belgen moppen, heb ik verteld. Want ik dacht gewoon, nu krijgen jullie het ook een koekje van eigen deeg. Oké. En ja, nou ja, dat is wat je zelf zegt. Is de politie stond erbij en die keken naar, zeg maar. Er was wel één man die pakte hem als eerst. Was dat een beveiliging? Ja, ik had dus 2 man bodyguard bij me. Ik had er normaal meer bij gehad. En die liepen ook wat meer van mij vandaan, omdat dus de politie zei, dit is al safe. En toen gingen ze naar de volgende ruimte, zeg maar. Ja. En uiteindelijk hebben die ook de dader gevloerd. Maar ja, dat is natuurlijk raar dat de politie dat niet doet. Ja. Het is heel raar als je terugkijkt. Ja, dat is het ook, inderdaad. Maar is het iets waarvan je het idee hebt gehad dat het makkelijk had kunnen voorkomen worden, zeg maar? In principe wel. Maar dan had je wel genoeg mensen om je heen moeten hebben. En de politie had een protocol moeten volgen, wat ze kennelijk totaal niet hebben gedaan. En wat had het protocol verbeterend moeten zijn? Het protocol verbeteren is dat je daadwerkelijk ruimtes cleart. Dat je zegt, oké, hier staat niemand. Daar staat niemand. Gaan we een hoekje om. Daar staat ook niemand. En dat is normaal gewoon standaard praktijk. In Nederland is dat standaard. Alleen hier dus niet. Ja. Ja, of tenminste, het was al inderdaad in België natuurlijk. Is dat iets waarbij je dat blamet op de Belgische overheid die dat verkeerd hebben geregeld? Of was het voornamelijk de communicatie waar dat aan heeft gelegen? Nee, de Belgische politie heeft fouten gemaakt. Die hebben gewoon niet goed de ruimtes gecleared. Mm-hmm. En daardoor konden er mensen staan die dat wilden doen. Dat is bizar. Maar het komt natuurlijk wel voort uit een bredere context, waarin ik al jaren word gedemoniseerd. Dat ik mag eigenlijk nooit op tv komen, tenzij ik alleen maar word afgezeken. Terwijl als je kijkt naar GroenLinks of D66, die zijn elke week bij al die tv-programma's te zien. En dan worden ze ontzettend leuk benaderd en zo.
Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus ik word al 3 jaar lang, zeggen ze, dat ik het allerergste ben dat er uit in Nederland is geweest. En dan creëer je natuurlijk wel een soort klimaat van haat. Ja, en daarbij was het ook zo dat die lezing met betrekking tot een rechtszaak eigenlijk voorkomen wou worden. Of tenminste. Ja, maar dat is daar een voorbeeld van. Dus ik wilde gewoon een lezing geven op een neutrale plek in Gent, op de universiteit, in een leuke zaal. En de universiteit zegt dan van, maar dat mag niet. Want meneer Baudet verspreidt haat. Nou, dat is onzin. Ik verspreid helemaal geen haat. Maar zozeer is die cancel culture, is dat mensen uit het normale discours drukken, dat ze dat dus allemaal geloven en roepen. En uiteindelijk de rechter, die keek daar dwars doorheen, die zei, er is niks aan de hand. Laat die man gewoon zijn verhaal doen. Maar zelfs een universiteit wil dat dus niet. En dat geeft wel aan hoe ver we gezakt zijn. Ja, want die rechtszaak is ook uiteindelijk gewonnen weer. En daardoor heb je dus de lezing wel mogen doen. Ja, en ik heb ook helemaal niks hatelijks gezegd bij die lezing. Zoals ik nooit hatelijke dingen zeg. Ik ben juist een heel vredelievend persoon. En ik zoek naar manieren hoe we dit land weer op de rit kunnen krijgen. En met elkaar, met z'n allen. Maar dat willen ze niet dat je vertelt. En dus komen ze met allemaal beschuldigingen. En was er nog door de aanleiding naar dat event, zijn er bepaalde dingen geweest die je tijdens dat event anders hebt gedaan of anders hebt gezegd? Of heb je de mensen die daar binnen aan het wachten waren ook nog op de hoogte gebracht van wat er buiten is gebeurd? Of? Ja, tuurlijk. Maar ik heb ook een paar belgemoppen verteld om even stoom af te blazen. Ja. En verder was het gewoon mijn verhaal, mijn missie voor in de politiek. Mm-hmm. Oké. Duidelijk. Ik zag ook dat je met Bender in een helikopter was geweest. Ja. Hij was op jouw open dag van Forum voor Democratie. Was voor mij ook wel leuk. Of tenminste, ja, Bender is een geestverwant. Die denkt over hoofdzaken hetzelfde als wij. En we hebben een grappig filmpje gemaakt. Ja, nee, ik heb hem gezien. Dus dat klopt. En waar ik ook sowieso eventjes met je op wil inhaken is de momentele toestand van alle oorlog. Tegenwoordig, nu. We hebben natuurlijk, vorige keer hebben we het dan gehad over Rusland-Oekraïne. Ja. Nu in de tussentijd zijn er natuurlijk de Gaza-strook, voornamelijk Israël tegen Palestina zijn erbij gekomen. Ja. Amerika die Iran aanvalt. Waar gaat het nu naartoe? Het dreigt naar een totale wereldoorlog te gaan. Er hoeft nog maar één pionnetje bij te komen. Dat is dat China druk gaat zetten op Taiwan bijvoorbeeld. Of dat Noord-Korea, Zuid-Korea binnenvalt. Of dat er ergens anders in de wereld iets raars gebeurt. En dan explodeert misschien de hele boel. En dat is wat we moeten voorkomen. Kijk, ik zal niet zeggen dat ik voor elk conflict in de wereld de oplossing heb. De situatie in het Midden-Oosten is ongelooflijk complex. De situatie in talloze delen van de wereld is ongelooflijk complex. Maar vanuit Nederland, vanuit het belang van de gewone mensen, is het natuurlijk heel belangrijk om te de-escaleren. Ik vind het vreselijk als je nadenkt hoeveel mensen gewoon sterven door bombardementen, door vreselijke acties. Dat er wordt heel veel geld aan verdiend door het militair-industrieel complex, door de mensen die oorlogen orchestreren, die mensen tegen elkaar opzetten. Ja, en wij moeten dat doorzien en wij moeten goed zorgen voor elkaar en ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Ja, nou ja, wat je zelf al zegt is, de main priority moet gaan om het de-escaleren ervan, voornamelijk. Om terug te komen op inderdaad wat je zei is, ja, er worden inderdaad moorden gepleegd. De actuele cijfers zijn inderdaad dat er sowieso meer dan 8 à 9.000 mensen dood zijn, waarvan voornamelijk 4.000 kinderen als we kijken naar Palestina. Dat is voornamelijk ook gedaan door middel van, zoals ze dat noemen, oorlogsmisdrijven. Er zijn wapens gebruikt die eigenlijk niet ingezet mogen worden tegen mensen. Ja. En dat zijn wel bepaalde dingen waarin ik zelf persoonlijk nummer 1 het mensen oneerend vind. Want er zijn mensen die worden inderdaad door fosfaatgassen en weet ik het allemaal, worden ze doorzeefd door middel van raketten, zeg maar. Ja. Wat vind je er dan van dat Nederland daar niet instemt op een staakt aan het vuren? Ja, ik vind dat vreselijk, die beelden van die kinderen. Overigens ook Israëlische kinderen, hè, en burgers. Dus het is daar natuurlijk al heel erg lang een uitzichtloos conflict. En de mensen die het leed te verduren krijgen, dat zijn de mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Ja. Aan beide kanten, de gewone mensen. En dat is de tragedie van
van die machtsspelletjes. Door de bazen van Hamas, die zitten volgens mij in Qatar of iets dergelijks. Die zitten daar hun leven te leven. Ja. De bazen van Israël, die sterven ook niet in de loopgraven. Het zijn de gewone mensen die dat elkaar aandoen. Ja, dat is, dat is intens triest. Ja. En wij zijn voor deze de-escalatie, wij zijn voor de zoektocht naar vrede, naar de gesprekstafel, onderhandelingstafel. Zo ook in Oekraïne trouwens, op allerlei plekken. Maar ja, ik geloof niet dat Nederland nou de oplossing gaat brengen hier. Dus nee. Ik denk vooral aan het Nederlands belang. En ik denk dat Nederland niet hierin meegetrokken moet worden door aan de ene kant de Israëlische kant te kiezen of aan de andere kant de Palestijnse kant. Ik kies de kant van de slachtoffers. Ik vind gewoon al die slachtoffers vind ik vreselijk. Maar ik wil ook niet dat het hier in onze straten zich gaat voortzetten. Dat je krijgt dan misschien de moslimpopulatie die zich dan keert tegen de regering bijvoorbeeld. Omdat die te veel pro-Israël kant kiest. Wij moeten volgens mij ons focussen op Nederland. En wij moeten met elkaar hier zien te rooien. En wat er op een andere plek in de wereld gebeurt is verschrikkelijk. Maar wij gaan het ook niet oplossen. Nee. Ik zou ook echt niet weten wat de oplossing is. Dus de meeste dingen hebben geen oplossing volgens mij. Nee, ja. Niet door één persoon. En dat is inderdaad ook de vraag die ik mezelf dan heb gesteld. Is wat zou je als persoon zijnde en bewijs van spreken als land kunnen doen om zo'n oorlog op te lossen? Ik denk niet dat wij daar de macht voor hebben. Dat gaat om een veel grotere macht die uiteindelijk bepaalt dat daar raketten naartoe worden gestuurd of dergelijke. Ja. Nu is het wel zo dat ik ook volgens mij had gelezen dat Nederland weer een x-aantal miljoen naar Israël stuurt voor ondersteuning of dergelijke. Waar het op neerkomt is dat er inderdaad door dit soort conflicten, en dat hebben we natuurlijk ook gezien met de coronapandemie, waarbij meneer Hugo de Jong 100 miljoen aan mondkapjes besteedde die niet werkten. Het geld wordt verdampt op welke wijze dan ook, behalve naar de burgers. En dat is denk ik ook iets wat een van de grote redenen is van zo'n oorlog, is inderdaad de financiën die erachter zitten. Zeker, en dat is ook een van de belangrijkste missies van FVD, omdat aan de kaak te stellen en dat geld terug te laten vloeien naar de mensen zelf in Nederland. Nederlands belastinggeld moet naar Nederlanders gaan. Nederlandse wegen, Nederlandse opvang. Woningbouw, betaalbare energie, goed onderwijs. Het leven is ongeveer onbetaalbaar geworden hier. We vechten elkaar de tent uit, we slaan elkaar de hersens in over allerlei dingen, weet je wel. Joods of islamitisch of gevaccineerd, ongevaccineerd, transgender of niet transgender, weet je. Dat zijn de dingen waar wij echt iets voor kunnen betekenen. En ik zie het ook weer als een soort afleiding dit, weet je. Dan gaan we weer met z'n allen, Poetin heeft corona opgelost. Doordat de oorlog in Oekraïne begon, had niemand het meer over corona. En nu heeft Hamas de oorlog in Oekraïne opgelost of zo. Weet je wel? Dus nu is iedereen dat. En dan moeten we daar allemaal iets van vinden. Nee, wij doorbreken dat. Wij gaan daar niet in mee. Wij zeggen gewoon, ja, dit is een heel ingewikkeld vraagstuk. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En wij willen dat we nou eens voor Nederland gaan nadenken. Ja. Ja, en even terugkomend op die oorlog met inderdaad Israël, Hamas. Is dat het doel van de aanvallen is Hamas opruimen. Maar dat zit naar mijn idee niet tussen gewoon particuliere complexen, waarbij je dus inderdaad ziet dat die raketten daar worden afgevuurd en er kinderen onder het puin vandaan worden gehaald. Dat ik denk van, door Palestina te bombarderen roei je niet Hamas uit. Zeg maar. En dat is waarbij ik denk dat het aanvallen ervan niet gelijk staat met de oplossing naar het conflict, of in ieder geval wat hun oorzaak is geweest om aan te vallen. Ja, ik ben dat met je eens. Kijk, dat is heel moeilijk te zien. Omgekeerd is natuurlijk ook volstrekt onduidelijk hoe die vreselijke terreuraanslag op Israëlische burgers de Palestijnse zaak goed heeft gedaan. Deze oorlog kent gewoon alleen maar verliezers. En dat is verschrikkelijk om te zien. Maar ik pretendeer niet, ik denk niet dat Nederland dat gaat oplossen. Nogmaals, ik denk niet dat als Forum voor Democratie nou belt naar Netanyahu of naar, hoe heet het, die leiders van Hamas, dat wij het dan gaan oplossen. Dat is niet zo. Wat wij kunnen doen is zorgen voor
dat mensen in Nederland weer een woning kunnen vinden, dat het onderwijs verbetert, dat de transgender indoctrinatie stopt, dat het leven weer betaalbaar wordt, de energierekening, de boodschappen, noem het allemaal op. Dat kunnen wij doen op 22 november. En het Midden-Oosten, dat gaan we niet oplossen, vrees ik. Ja. En plot twist, je bent ineens de premier, minister, ja, en je mag het allemaal bepalen. Wat zou je dan precies anders doen en waarom? Nou, ik zou stoppen met de hele klimaatagenda. Mm-hmm. Dus dat is wat ons nu het meeste onze welvaart kost. We geven ongeveer 1000 miljard uit aan isolatie van woningen, tot in het krankzinnige windmolens, zonneparken. We hebben gasvelden gesloten. We weigeren kerncentrales te bouwen. Dat alles bij elkaar zorgt voor een onwaarschijnlijke prijsstijging van alles. Van woningen, boodschappen, energie, alles. Daarnaast hebben we massale immigratie, alsmaar meer immigratie. Elk jaar weer 100.000, 150.000, 200.000 mensen per jaar erbij. Daardoor kan niemand een woning vinden. Daardoor slippen de wegen dicht. Daardoor krijg je leerachterstand in het onderwijs. Een overbelasting van het sociale stelsel. Cultuurproblemen. Noem het allemaal op. Dan hebben we die hele woke onzin. Dat ons hele verleden wordt worden uitgewist. Jonge kinderen worden geïndoctrineerd met het idee dat het leuk is om van jongetje een meisje te worden. Of van een meisje een jongetje te worden. Transgenders die gaan voorlezen in de klas bij 7-jarigen. Dat soort dingen allemaal. Waardoor je gewoon een hele fucked up maatschappij krijgt. Die kinderen die weten helemaal niet meer. Families die gaan eraan, want iedereen moet als tweeverdiener fulltime werken, waardoor er helemaal geen tijd meer is voor het gezin, voor dat soort dingen allemaal, omdat het leven onbetaalbaar is geworden. Dus alles hangt met elkaar samen, waardoor je een samenleving krijgt die desintegreert. En daar komen dan nog allemaal andere dingen bij, rare dingen die ze doen, dus lockdowns, verplichte vaccinatiecampagnes, dan met z'n allen een oorlog hier, een oorlog daar. Weet je, dus over de hele linie zijn we gewoon bezig om de samenleving te disrupten, zodanig dat niemand meer een normaal leven kan financieren. Dat we allemaal tegen elkaar worden opgezet met rare dingen. En de politiek leidt ons continu af met, nou, dan moeten we daar weer wat van vinden. Dan moeten we met z'n allen dat gaan doen. En wij willen dat doorbreken. En vervolgens krijgen we heel veel demonisering over ons heen. En dan gaan ze zeggen, je bent een racist, en je bent een fascist, en je bent een wappie, en een complotdenker, en een Poetin-lover, en al dat soort rare, dommige scheldwoorden. Ze houden je weg van de media. Ze gaan op alle mogelijke manieren proberen om je weg te drukken. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die er doorheen kijken. Dus wij blijven groeien, we blijven groter worden. En ze zijn nu zelfs overgegaan op een aanslag op mij. Maar onze beweging is niet te stoppen, daar ben ik van overtuigd. En dit is wat Nederlanders nodig hebben. Dit is wat ons land verdient. En wij kunnen dat brengen. En op 22 november kunnen mensen dat mogelijk maken. En dat is waar dit voor mij om gaat. Ja. En ook zeker wat je zegt, is het gaat om afleiding. Zeg maar, bijvoorbeeld een oorlog, daar is nu alle focus. En daardoor gebeuren er in de andere wereld ook. Ja, en als je het patroon ziet, elke verkiezingen hadden ze zoiets. Weet je, een afleiding. Elke keer is het weer van, oh, maar er is dit. En dan gaan mensen dus niet stemmen van, oké, ik wil dat mijn leven verbetert. Maar dan krijgen ze elke dag die propaganda. Dus of je bent voor de ene partij, voor de andere, zoals een soort voetbalwedstrijd is. Een soort computerspelletje, weet je wel. Je bent voor de Teenage Mutant Ninja Turtles, of je bent van die. Terwijl het is gewoon een tragedie. Gewoon over de hele linie. Voor iedereen die daarbij betrokken is. Ik voel mee met de Joden die er wonen. Ik voel mee met de Palestijnen die er wonen. Het zijn overheden en hele grote belangen die elkaar dingen aandoen. En gewone mensen die betalen de prijs, die lijden. En vervolgens krijg je natuurlijk ook weer een hele grote migratiestroom deze kant op. Olie en gas wordt duurder door de oorlog. Dus het is gewoon een ramp. Het is een totale ramp. En als ik nu ga zeggen, oh, ik ben voor dat kamp. Oh, dan zegt de ander, oh, ik ben voor dat kamp. Nee, wij moeten dat allemaal begrijpen, dat moeten we doorzien. Nee, wij zijn Team Nederland. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ja, inderdaad, om even terug te komen op het stukje afleiding. In de tijd dat er dus nu heel veel wordt gepusht op inderdaad daar oorlog. Voor mij was dat vorige week, weet niet of je dat hebt meegekregen, maar ook de officiële eerste fase van de CBDC's van de euro's, die zijn gestart. Dus we kunnen binnenkort de CBDC's van de euro's verwachten. In Amerika waren ze natuurlijk al mee bezig. Ja, in China bestaat het al. Ja, daar werken ze al met alle camera's en jaywalking. Krijg je een boete, wordt gewoon afgeschreven voor je credit score systeem. En dat is ook de reden waarom, naar mijn idee, Klaus Schwab voornamelijk een fan is geweest van China. Is omdat dat is de propaganda voorloper was. Ja, en dit is super belangrijk dat je dit noemt. Ik heb het zelf nog niet eerder genoemd, maar het is een meerdere stappen. Dus fase 1 is
dat we allemaal arm gemaakt worden. Dat we tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat onze onderlinge loyaliteit dus verzwakt wordt. Hè, binnen families, steden, bevolkingsgroepen, alles. Allemaal tegen elkaar. Iedereen onzeker, onveilig. Iedereen staat tegenover elkaar. We hebben geen geld meer, weet je wel. We kunnen niks meer kopen. Fase 2 is dan dat ze met een systeem komen. En dat is dus CBDC, dus digitaal geld. Dat is nu in de maak. Om jou vouchers te kunnen geven. Dat noemen ze dan een universeel basisinkomen of iets anders, waardoor je verzekerd bent, tussen aanhalingstekens, van een beetje eten en een beetje andere dingen. Maar ze vertellen er natuurlijk niet bij dat ze daarmee ook totale controle daarmee over hebben. En wat ze willen gaan doen, en dat wordt dan fase 3, dat is die bestedingsruimte die je krijgt koppelen aan je gedragingen. Dus als je te lang doucht, dan mag je geen vlees meer kopen. Als jij al 2 keer op vakantie bent geweest dat jaar, dan kun je je auto niet meer starten. Ze willen dat iedereen op een bepaald CO2-rantsoen komt. En de berekeningen, de overheid heeft berekeningen laten maken door TNO, dus dat is een technisch doorrekeninstituut. En de hoeveelheid ton CO2 die je als persoon mag uitstoten, die maakt het vrijwel onmogelijk om op een normale manier te leven. Wat ze nu in hun berekeningen hebben. Dus zo strikt denken ze daar wel over na. Zo gedetailleerd is dit al uitgewerkt. En wat er dus komt is een soort digitale gevangenis. Een soort totalitaire staat waarin niemand elkaar meer vertrouwt. Weet je wel? Want jij was voor Gaza, ik was voor die. Jij bent gevaccineerd, jij bent transgender, jij bent dit. Jij bent klimaatontkenner, jij bent Poetin-lover. We hebben allemaal onze labeltjes, we zijn allemaal tegenover elkaar. Niemand vertrouwt elkaar meer. Niemand heeft ook meer geld, niemand kan meer reizen, niemand heeft meer een huis, weet je wel? Niemand kan zijn boodschappen makkelijk betalen, niemand heeft meer spaargeld, er is heel veel inflatie geweest, het geld is allemaal verdampt. En dan komt de staat en dan klapt de val dicht. En dat is het traject waar we in zitten. En wat ze haten, is dat ik dat benoem. Dat ik niet meega in dat spelletje. Weet je, Wilders doet er ook net zo goed in mee. Van ik ben tegen de moslims en dit en dat. En dan kan D66 weer. Wij zijn tegen die. En het is allemaal verdeling. Allemaal verwarring. Wij gaan daar boven staan. We zeggen, jongens, kijk naar dit proces. Klaus Schwab. World Economic Forum. De EU. De big finance. De big tech. Militair-industrieel complex. Daar zitten de mensen die het geld verdienen. Die de plannen maken. Die het uitrollen. Over ons. En wij zijn allemaal, zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Of je nou donker bent, of blank, of heel erg religieus, of een atheïst, of hoogopgeleid, laagopgeleid. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we gaan er allemaal aan als wij niet iets doen. Je bedoelt het eigenlijk zelf al, het gaat nog harder de afgrond in. Ja, kijk, wij hebben een kleine kans als Nederland om te ontsnappen aan dat noodlot dat alle landen in het Westen wacht. En weet je, het is nog steeds niet te laat, maar we moeten wel in beweging komen. En ik spreek best wel vaak mensen die dan zeggen, ik steun je in alles, weet je wel, die mij steunen, die zien het, maar die gaan dan niet stemmen. En die wil ik door elkaar rammen, die wil ik, weet je wel, door elkaar husselen, want je moet echt gaan stemmen. Dat is het enige wat je kan doen, dat is het allerbelangrijkste wat je kan doen als je ons steunt. Je moet gaan stemmen. En dan zie ik soms de uitslag van peilingen of dingen dat x-percentage niet wil gaan stemmen. Dan, ja, dan sla ik mezelf voor de kop. Dus dat is mijn belangrijkste boodschap. Behalve dat je het ziet, dat je het snapt, dat je met ons eens bent, dat je onze content deelt. Dat is allemaal heel belangrijk. Je mensen in je omgeving overtuigt. Maar je moet ook echt gaan stemmen. 22 november is gewoon de dag dat we dit beslissen. Niet de 23e, niet de 21e, de 22e. Mm-hmm. Ja. Dus dat is mijn oproep. Oké. En ja, wat we ook zeker afgelopen periode hebben gezien is door het onderdrukken van, bij wijze van spreken, de corona-lockdowns, et cetera, zijn er heel veel, voornamelijk jongeren geweest, die zichzelf wat mentaal uitgeput voelen, depressief, ja. Zelfmoordneigingen. Dat neemt nu tegenwoordig heel erg toe. Ik heb dat ook gezien op Bureau Rotterdam, zat ik te kijken. In 1 aflevering heb je daar 2 keer een zelfmoordgeval, zeg maar. Wezenlijk. Heb jij een bepaalde speech of motivatie of gezegde die je zou willen meegeven naar de jongeren die dus inderdaad, hè, wat nu tegenwoordig ook op zich vrij logisch is waarbij er inderdaad mensen
hun gevoelens niet kunnen uiten. Dus dat maar gaan opkroppen. En dat is puur omdat wat je zegt, we worden tegenover elkaar opgezet. Ja. Is er een bepaald iets wat je daarin zou willen meegeven voor de mensen die inderdaad die gedachten hebben, depressief zijn door alle omstandigheden? Of, ja. Ja. Ja, kijk, ik snap het. Het gaat om betekenis. Een betekenisvol leven. En als je dat niet voelt, als je het gevoel hebt dat alles tussen je handen doorglipt, dan word je depressief, dan voel je je leeg, dan heeft niks meer zin. En die betekenisvolheid van het leven, die wordt ons dus ontnomen door al die processen die ik beschrijf, dat tegen elkaar uitgespeeld worden, die vervreemding, die rare focus op, dan weer met z'n allen oorlog Oekraïne, dan weer met z'n allen corona, dan weer met z'n allen Israël. En het is alleen maar een soort één grote mindfuck. En wij bouwen aan een gemeenschap van mensen die wel op een betekenisvolle manier invulling willen geven aan een reëel bestaan. Ja, ze zeggen ook voornamelijk een leven zonder spanning komt omdat je dan voornamelijk geen doel hebt of iets waar je naartoe streeft. Ja. En ik denk dat het voornamelijk is inderdaad wat je zegt, is als heel de wereld door je handen heen glipt, dan is het heel lastig om een doel te vangen. Ja. Wat je wil bereiken, wat je wil halen, wat je wil volbrengen. Ik denk dat voornamelijk hetgeen is waar mensen op zoek naar moeten zijn. En niet één keer, maar gewoon lekker elke dag. Is dat, zeg maar, en dat, daar ben ik zelf ook een beetje van overtuigd. Hè, wat Andrew Tate zei, is dat depressie iets is dat creëer je in je hoofd. Je zal daar eigenlijk zelf altijd de schuldige van zijn. Ja, maar Tate die heeft daarin natuurlijk gelijk. Maar je kunt daar wel aan toevoegen dat je creëert het in je hoofd. Maar het wordt wel mogelijk gemaakt door de tijd en door de omstandigheden. Omdat deze tijd mensen zoveel ontneemt. Ja. Het zo moeilijk maakt om een familie te beginnen. Om gewoon op een fijne manier je leven te kunnen leven. Ja. En even over hem gesproken. De vorige keer dat we de podcast hadden, zat hij natuurlijk nog vast. Ja. Toen had hij al een woordje gedeeld. En toen was hij vervolgens vrij. En toen heeft hij even een dikke shout-out gegeven. Ja. Ja. Wat was daar je reactie op? Ja, sympathiek. Kijk, ik vind het een goede vent. Iemand die een heleboel wijze woorden spreekt tegen met name de jeugd, maar eigenlijk tegen iedereen. En ik hoop dat zijn geluid nog veel meer gehoord gaat worden. En ook dat van zijn broer. Die zijn best anders ook, maar ik vind ze allebei een hele waardevolle stem in het publieke debat. En natuurlijk schandalig wat er gebeurd is. Schandalig. In vergelijkbaar met hoe Julian Assange wordt aangepakt. En Russell Brand onlangs. En Trump wordt natuurlijk ook in Amerika. Hè, en bij ons wordt Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen. Die worden juridisch aangepakt. Dus dat geeft ook iets aan over hoe intolerant deze tijd is. En wat een rare tijd we toch in leven. En hoe belangrijk het dus is om ook in actie te komen. Ja. Kijk, Tate heeft ook gezegd, toen was hij net uit de gevangenis, Andrew bedoel ik dus, Andrew Tate, die zei toen, je kan wel vluchten, maar dan vindt de strijd plaats in je hoofd. Dus je moet gewoon je moet naar het slagveld gaan, spreekwoordelijk slagveld, en je moet opkomen voor je idealen. Want je leven heeft alleen betekenis als je ergens voor strijdt, als je iets doet wat je de moeite waard vindt. Wat heeft het dan zo gecreëerd dat je er toch voor kiest om je eigen leven te nemen? En dat is inderdaad de omvang, de maatschappij, omstandigheden en dergelijke. Ik kan het ook niet voorstellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar landen waar het dus wel op de juiste wijze gaat. Simpel voorbeeld. De Emiraten, Qatar, Dubai. Daar is het zelfmoordpercentage is eigenlijk bijna niks tot niet, zeg maar. En ik denk dat dat ook gewoon komt omdat je daar, je wordt ermee ingegoten met de paplepel. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld in Dubai, heel de straat is compleet schoon. We zijn nu in Amsterdam, ik moest een stukje lopen en als je kijkt hoeveel zwervers, rotzooi en LGBTQ vlaggen die hier overal in Amsterdam rondhangen. Ik denk dat dat ook een stukje is van dat de maatschappij geen goed voorbeeld heeft. En daardoor dat soort conflicten dus gecreëerd worden. Amsterdam, dat is altijd een gevoelig onderwerp, want ik hou van Amsterdam en ik woon hier graag. Maar in het algemeen ben ik het met je eens. Dus de les die jonge mensen krijgen is niet meer dat we
scheepsjongens van Bontekoe moeten worden. Of dat we een schateiland moeten ontdekken. De grote verhalen vanaf jongs af aan. Van ontdekkingsreizen. Van mensen die grote gebouwen bouwden. Nee, nu is het Pietje is homo en wordt gepest. Weet je wel? Dat is nu wat je op school... Ja. Dat is het basisverhaal. En dus de hele cultuur is gericht op slachtofferschap. Deugen, weet je wel, wat ze zeggen, dat je moet deugen. Dat is allemaal gericht op, oké, welke groep kan het meeste slachtofferschap claimen? Oh, die is nog zieliger dan die. Weet je wel, oh, maar ik stam af van slaven, van 8 generaties terug. Oh, maar ik stam af van de jodenvervolgingen. Ik ben ook zielig. Oh, nee, maar ik ben kind van gewoon blanke fabrieksarbeiders. Nou, die hadden ook een pokkenleven, kan ik je vertellen. Die zijn misschien nog zieliger. Dus het is een soort wedstrijd geworden van wie is het meest zielig. En dat is natuurlijk heel negatief. Dus de hele samenleving zit in een soort negatieve energie. Want we herdenken dat leed, sorry voor dit. Overal excuses voor aanbieden. Die krijgt smarte gelden. Terwijl, waar is de tijd dat we gewoon grootse dingen deden? Misschien moeten we gewoon... Dat deed Trump. Hè? Trump die zei van, we gaan gewoon een nieuwe missie naar de maan plannen. Even los van de vraag of we eerder dan wel of niet naar de maan zijn geweest. Maar als doel is dat natuurlijk fantastisch. Dan zeg je als natie, als land, als volk, zeg je... Wij hebben een groot doel. Boom. En dat kan ook iets anders zijn wat mij betreft. Nederland, over 10 jaar moet Nederland 5 Nobelprijzen hebben gewonnen. Dat vind ik een mooi doel. Dan ga je gewoon weer het beste uit mensen halen. En dat motiveert, dan worden mensen gelukkig, krijgen mensen energie, dan krijgen ze eer, dan krijgen ze trots, zijn ze tevreden over wat ze bereiken, kunnen ze 's avonds met een gerust hart op hun dag terugdenken, hebben ze zin in de volgende dag, dan bouwen ze aan iets. Terwijl nu is het, soort van alles is een soort van neerwaartse spiraal. Weet je, het valt me zo op, als mensen succesvol zijn in Nederland, in plaats van dat je zegt van, weet je, goed gedaan, knap, kan ik wat van je leren of zo, weet je. Rijken stinkert en je moet meer belasting betalen. Die belasting is ook zo hoog in Nederland nu. Kijk, de allerrijkste betalen überhaupt natuurlijk helemaal geen belasting. Dus die pak je er echt niet mee. Maar iedereen die probeert te ontsnappen, als het ware, uit dat gewone werknemersbestaan van 9 tot 5 je hele leven, die krijgt allemaal straf van de overheid. Het wordt ontmoedigd. Heel veel regels, heel veel belasting. Een soort sociale norm, wat mensen zo kijken van, nou, je hebt een nieuwe auto. En dat is niet goed voor een samenleving. Dat is raar dat wij dat als land hebben. En wij willen die cultuur veranderen. Ja, om mensen te stimuleren om er inderdaad het beste van uit te halen. Ja, omdat ik geloof dat er bijna geen limiet is aan wat mensen kunnen bereiken. Dat mensen zoveel meer kunnen dan ze zelf vaak denken dat ze kunnen. Daarom vind ik ook dat onderscheid, volgens mij heb ik het vorige keer ook gezegd, tussen hoog en laag opgeleid, vind ik zo destructief voor een saai. Ik weet dat ik het eerder ook al een keer zei, maar ik bedoel dat helemaal niet hiërarchisch. Ik vind, je hebt gewoon meer praktisch geschoolde, meer theoretisch geschoolde. En veel praktisch geschoolde mensen verdienen veel meer dan theoretisch geschoolde mensen. Een loodgieter of een stucador, die verdient echt goed hoor. Die verdient meer dan een hoogleraar op een universiteit. Die mensen zijn ook ontzettend hard nodig in de samenleving, terwijl al die hoogleraren genderstudies, ja, ik weet niet wat die voor nodig zijn, weet je, allemaal een beetje onzinbanen. Dus, maar daardoor krijgen mensen wel een soort stempel van, jij bent lager, jij bent minder waard. En die hele cultuur moet opengebroken worden. Ja, wat ik ook nog even wou aanhaken is inderdaad, wat ik net al een beetje vertelde, is dat het belastinggeld voornamelijk wordt gebruikt voor oorlogen en noem het maar op. Nu zag ik inderdaad ook dat het belastinggeld, daar had je voor mij ook een reel van op Instagram, dat wordt voornamelijk gebruikt voor private bedrijven, ja. Grote bonussen die daar weer op mee worden verdiend. Voor de mensen die daar nog niet bekend mee zijn. Ja, dus wat je eigenlijk ziet is dat de overheid is een soort doorgeefluik geworden. De overheid pakt heel veel belastinggeld en geeft dat vervolgens aan allerlei bedrijven die beleid namens de overheid moeten gaan uitvoeren. En dat beleid, dat is in heel veel gevallen niet zozeer goed voor de burgers, omdat het een bepaald probleem oplost. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of zo. Maar dat gaat om hele grote politieke projecten waar vooral heel veel geld wordt verdiend. Dus bijvoorbeeld oorlogen. Het is onwaarschijnlijk hoeveel geld er wordt verdiend. Maar ook dit hele vaccin gebeuren. Dus de overheid maakt het semi-verplicht voor mensen om een vaccin te nemen. Betaalt vervolgens €12,50 aan belastinggeld aan Pfizer.
dat daar woekerwinsten mee opstrijkt. Maar ook de hele klimaatagenda is een doorgeefluik om hele grote bedrijven monopolies te geven. Om hele grote bedrijven extreem veel geld te laten verdienen. Miningbedrijven, die dus kobalt en dat soort stoffen in Afrika en in China gaan mijnen. Maar ook Monsanto en een aantal andere bedrijven die vervolgens een monocultuur zoals soja gaan aanleggen. Omdat daar dan, want we allemaal vegetarisch moeten worden, omdat dat dan beter zou zijn voor de CO2. Nou, dat is eigenlijk iets wat precies door het World Economic Forum wordt belichaamd. Want daar komen heel de grote bedrijven allemaal en die overheden bij elkaar om deals te maken. Dat is wat we nu zien. Dat daar, dus de overheden die trekken het geld van de belastingbetaler via henzelf naar die superbedrijven toe. En daar zitten de triljardairs. En die verzinnen allemaal plannetjes waar wij dan in moeten geloven. Terwijl we moeten begrijpen dat dat het probleem is. Ja. En niet elkaar. Wij zijn niet het probleem van elkaar. Nee, en ik had ook begrepen dat Nederland iets van een burgercontract had met Pfizer? Of? Burgercontract, nou, wij betaalden €12,50 per prik. Ja, waar slaat dat op? Als Pfizer daar per prik 10 euro winst mee maakt. Ja. En immuniteit heeft, niet aansprakelijk gesteld kan worden. Ja. Zo kan ik het ook wel. Zoiets had ik inderdaad ook gelezen, is dat ze zichzelf daar in dat contract hadden ingedekt, maar ook bij wijze van spreken dat wij meerdere malen zoiets moeten aanschaffen of moeten blijven halen in ieder geval. Ja. Niet dat we dat in zo van het een op het andere moment kunnen loslaten, zeg maar. Tenminste. Dus ik ben er zelf geen fan van, maar dat is mijn persoonlijke mening van alle vaccins en noem het maar op. Jij bent zelf niet gevaccineerd? Nee, ik ben ongevaccineerd. Okay. Ik voel me daar uitstekend bij. Ja, wat ook belangrijk is, wat me eigenlijk best wel veel in het nieuws voorbij kwam, is dat we nu tegenwoordig allemaal gaan naar het vega-leven. We moeten zo min mogelijk vlees eten. Terwijl vlees, en daar volg ik ook weer een aantal accounts van, is dat vlees is eigenlijk een van de meest waardevolle nutrients die we kunnen eten. En dat het ook naar mijn idee inderdaad, natuurlijk het zal wel een soort van doorkoppeling hebben met de vee die dan inderdaad voor het vlees zorgt en die uitstoot creëert, dat we daarom dan vegan moeten worden. Denk je dat er ook iets van een onderliggende gedachte in zit, als in eet zoveel mogelijk kunstmatige shit en zo min mogelijk natuurlijk, zo gezegd? Ik ben het even heel eens dat het eten van vlees is heel belangrijk en heel goed voor je. En ons hele lichaam is daar ook op ingesteld. Dus als je kijkt naar de lengte van onze darmen bijvoorbeeld en de structuur van onze maag en dat soort dingen, dat is allemaal ingericht op het eten van vlees. En je belast je lichaam enorm als je vegetarisch eet. En dat zie je ook, mensen die vegetarisch eten, een beetje, die zien er vooral ongezond uit. Ja. Dus dat is zo. Waarom ze dat toch zo graag willen, heeft volgens mij alles te maken met die agenda van ons verzwakken en tegen elkaar opzetten. Dus we hebben een natuurlijke cyclus van het leven. Met boeren die eten produceren, wat je van het land houdt, waar je de seizoenen voelt, waar je weet wat je eet, van mensen waar je het van krijgt. Dat zorgt er ook voor dat je testosteron op peil is, dat je strijdbaar bent, dat je goed in je lichaam bent. Als je dat allemaal wegneemt van mensen en ze krijgen iets wat van soja of uit de fabriek of wat dan ook, dan je ontneemt mensen eigenlijk een heel belangrijk stuk betekenis. Een heel belangrijk stuk onderdeel zijn van de keten des levens. Is dat iets waarin jij nog, zeg maar, voordat je de politiek in ging en ik weet niet wat het salaris van een politicus, maar heb jij voor jezelf dingen gedaan zoals dropshippen, investeren? Nee, investeren wel. Crypto ook. Ik heb van alles nog wat aan baantjes gehad in mijn leven. Ik heb gewerkt bij de Videoland toen er nog videotheken bestonden. Ik heb heel veel dingen gedaan. Horeca, roomservice in hotels, van alles nog wat. Maar ik heb nooit een soort sleur bestaan willen hebben. Ik vind werken superleuk. Maar het moet niet voelen als werk. Ja. Het moet voelen als een missie. En dat is iets wat in principe volgens mij iedereen kan bereiken.
als je maar voldoende passie erin legt en voldoende aspiraties hebt, ambitie, maak er wat van. Het is een heel mooi spreekwoord van de Franse schrijver Gustave Flaubert. Die zegt, om iets interessant te maken is het voldoende om er lang genoeg naar te kijken. En dat vind ik fantastisch. Ik ben ervan overtuigd dat als ik, we hadden het al over loodgieter, maar of als ik in mijn eentje in de jungle zou zijn, dan zou ik daar iets verzinnen waar mijn passie ligt. Wat ik mooi vind, dan zou ik de beste houthakker van de jungle willen worden. Of zo. Ja. En dat is niet dat ik dan per se de beste wil worden, maar het gaat om een soort levenshouding van dingen met overgave doen. Ja. En dan is werken niet erg. Dus ik werk heel veel uren. Maar ik voel niet als werk. Nee, ik doe dat omdat ik dat wil doen. En op het moment dat het voelt als werk, dan ga ik iets anders doen. Weet je, dan moet ik dat is niet goed. Dan moet ik iets bij mezelf veranderen. Of ik moet in gesprek met mijn collega's. Of ik moet het anders inrichten. Maar ja. Dat is, denk ik, dat is de crux van een gelukkig leven. Nou ja, dat is inderdaad wel iets wat ik zelf, of ik had dan vanaf 15-jarige leeftijd had ik de eerste aanraking met de financiële markten. Ik doe dan zelf traden in de valutahandel, dus dat is euro tegen dollar, et cetera. En in die oorlogen nu, dat zie je echt gigantisch hard. Goudprijs is echt compleet over de kop geslagen door dus inderdaad de oorlog met Palestina en Israël. En op het moment dat Amerika Iran aanviel, toen ging die nog harder, zeg maar. Dat zijn wel dingen waarin wij dan weer de kansen zien. En ik voel me dan altijd een soort van schuldig. Omdat op de back-end ben je daar dan aan het verdienen. Hè, door de spanning, zeg maar. Alleen aan de andere kant, daar hadden we het net natuurlijk over. Ik kan niet als eenzijdig persoon en wij ook niet als land. Kunnen wij niet de oorlog op laten lossen. Nee. Maar in één keer. En ik denk dat het daardoor dus ook het goed recht is. Maar dat is wel iets waarin, zeg maar, alles wat wordt gecreëerd in de wereld liggen weer kansen. En dat is voor andere mensen is dat inderdaad weer anders. En sommige mensen zien het weer als een verplichting om daar naar demonstraties te gaan. Bijvoorbeeld, dat zie je nu ook heel veel. Hè? Heel veel demonstraties tegen de oorlog of voor Palestina, zeg maar. Het is best wel zonde dat dan nu pas licht krijgt, zeg maar. Want het is al, wat ik zeg, het is al zo lang aan de gang. Dus waarom wordt het dan nu dat ze echt daadwerkelijk worden aangevallen en worden gebombardeerd? Waarom is daar nu pas het licht op, zeg maar? Ja. 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 Dat weet ik ook niet precies. Maar ik zie wel het mechanisme.